We hebben vandaag niet alleen een nieuw model, maar we hebben zelfs een nieuw merk, BYD. Kevin weet er meer over en hij gaat ons er alles over vertellen. Ja, Kevin, BYD, Build Your Dreams, vanaf dit jaar 2023 te koop in België, ja. Had ik begrepen. Klopt, ja, ja. Je hebt ze misschien al zien staan op het autostallen, want daar stonden ze in Belgische première eigenlijk. Een Chinees merk dus, dat eigenlijk nog niet zo heel lang auto's maakt. Ze zijn eigenlijk in 1995 begonnen als producent van batterijen. Niet alleen voor auto's, maar ook voor elektronica, zoals gsm's en toestanden. En ze zijn pas in 2003, dus 20 jaar geleden amper, begonnen met auto's maken. Okay. En nu hebben ze dus de oversteek naar Europa gemaakt. Ze hebben dus eigenlijk gewacht totdat ze zelfzeker genoeg waren om die stap te kunnen zetten. Wat best slim is, want je kunt natuurlijk maar één keer een eerste indruk maken. En ze zijn naar ons land gekomen met drie modellen. Maar dit, de Atto 3, dat is eigenlijk het model dat ze speciaal hebben ontwikkeld met Europa in het achterhoofd. Ah ja, oké. Okay. Dus er is de Atto 3, de Tang? De Tang en de Han. De Han. Tang is een grote SUV, een zevenzitter ook. En de Han is een beetje een Tesla Model S concurrent. En het zijn alle drie, voor de duidelijkheid, volledig elektrische auto's. Wat dus ook logisch is, gezien hun achtergrond als batterijproducent. Ja. Maar dus de Atto 3 echt knal in het C-SUV-segment. Op dit moment, als ik me niet vergis, het grootste segment, het belangrijkste segment in Europa. Ja, dat is zowel Peugeot 3008, zo'n beetje dat ja, hij is, Volvo XC40. Hij is 4,46 meter lang, dus dat is vergelijkbaar met een XC40. Iets groter, denk ik, dan een Volkswagen ID3 bijvoorbeeld. Maar het is inderdaad een beetje dat segment dat we zitten, ja. Dus als ik, je had het over de eerste indruk, als ik zo het design zie, de eerste indruk, het heeft zo niet echt een eigen gezicht, zo'n beetje elementen van verschillende merken door elkaar geplukt, ja. Precies? Ja, wel, de designer is in ieder geval een Europeaan, dus dat is ook geen toeval. Het is Wolfgang Egger, die we nog kennen van bij Alfa Romeo, Seat, Lancia, Audi en Lamborghini heeft hij onder andere gezeten. En ik weet niet wat jij daarvan vindt, maar ik vind hem zeker niet mis. Maar het is ook niet, hij geeft ook niet echt een wauw-effect. Misschien een beetje generisch. Misschien niet slecht is om bij een zo breed mogelijk publiek in de smaak te vallen, denk ik. Hij staat ook wel op een nieuw platform voor BYD. Het staat op het e-platform 3.0, noemen ze het. En het bijzondere daaraan is eigenlijk dat de batterij die in de vloer zit, die maakt deel uit van de structuur eigenlijk van een auto. Ah ja, oké. Okay. En die batterij op zich is trouwens ook iets bijzonders. Want die is opgesteld in een honingraatstructuur. En dat is ook geen lithium-ion batterij, maar een lithium-ijzerfosfaat. En volgens BYD heeft dat verschillende voordelen. Onder andere dat ze veel compacter gemaakt kan worden voor dezelfde capaciteit en zo verder. Eigenlijk best wel een innovatieve auto. Ja. Hoeveel kilowattuur hebben we hier? 60,5, oké. Okay. Ja. We hebben de motorkap geopend. Het is wel veel ruimte eigenlijk. Het is precies dat je een hoop lucht aan het vervoeren bent. Dat klopt. De motor ligt eigenlijk vrij laag. Ze hebben hem toch een typische SUV-neus gegeven. Dus ze hadden er eventueel nog een compartiment kunnen maken waar je de laadkabel of zo in kwijt zou kunnen. Of een ander, een soort van frunk. Maar dat hebben ze niet gedaan. Nu dat de motor zo laag ligt, dat is natuurlijk wel positief voor voor het zwaartepunt. Maar het is niet zo dat er hier ook een versie met een verbrandingsmotor bestaat. Hè? Want als je dat hier zo ziet, zou je dat denken dat er ruimte is voor een viercilinder, maar dat is niet het geval. Nee. BYD is trouwens volledig gestopt met het produceren van auto's met een verbrandingsmotor. Ja, okay. Dus ze maken echt enkel en alleen nog EV's. Dus je kunt eigenlijk nu wel zeggen dat het Chinese Tesla is eigenlijk. Oké. Okay. De motor zit hier dus voor wielaandrijving.
klopt. Als je een auto 3 bestelt, moet je ook niet je hoofd breken over welke aandrijving of motor dat je gaat nemen, want hij komt zoals hij is. Motor vooraan, voorwielaandrijving in 204 pk, 310 Newtonmeter. Qua vermogen vergelijkbaar met, pak maar een Volkswagen ID3 of een Kia Niro EV. Ja, want 204 pk, dat is een beetje een typisch vermogen, hè, voor EV's. Ja. Dat is 150 kilowatt eigenlijk. Klopt, hè? Klopt, ja. Is dat omdat ze gewoon ook dezelfde motoren gebruiken als Volkswagen bijvoorbeeld? Nee, zeker niet. De motor komt ook van bij BYD zelf. Eigenlijk alles, dus ook de elektronica daar rond en zo. Ah ja, ze kopen niks aan? Nee, dus okay. Ze maken alles zelf. En dat is ook een van hun argumenten waar ze mee uitpakken. Doordat ze alles zelf maken, hebben ze minder last van toeleveringsproblemen zoals andere merken. In principe zou dus daardoor ook hun levertijden korter moeten zijn. Ah, oké. Okay. Dus 15,6 kWh per 100 kilometer, als je dat in de praktijk kan waarmaken, dat zou een zeer mooi gemiddelde zijn. Ja, inderdaad. Maar het is natuurlijk zo, zoals met elke elektrische auto, hangt het er vanaf van het soort traject dat je doet, snelweg of niet, stad. En ook van de buitentemperatuur. We hebben nu de pech tussen aanhalingstekens. Op het moment dat we deze video maken, is het nogal vrij koud buiten. Temperatuur rond vriespunt, dus ja... Dan mag je er al makkelijk 100 kilometer aftrekken natuurlijk van de rijbereik. Maar ja, dat is op zich geen tekortkoming van de Atto 3, want dat is een probleem waar elke elektrische auto mee te maken heeft. Ja, natuurlijk. En als je nu echt het volle pond geeft, hoe snel raak je aan 100 per uur? Hij trekt op van 0 naar 100 in 7,3 seconden. Niet spectaculair is. Hè. Ja. Er zijn verschillende EV's die met tot de verbeelding sprekende cijfers afkomen. Maar hier hebben ze het eigenlijk realistisch gehouden. Dus, 7,3 seconden is vlot. Hè. Het is tenslotte bedoeld als een gezinswagen. Je merkt de manier waarop dat hij optrekt is ook heel lineair. Dus, het zijn geen Tesla plate prestaties om het zo te zeggen. Ja, maar dat hoeft inderdaad niet. Ja. Zeg, een kwestie van gevoel in het chassis en het stuur en zo? Is dat op niveau? Het is wel oké, maar het zou nog iets coherenter kunnen allemaal. Het chassis is op het randje van stug, zou ik zeggen. Maar toch zit er nog wel een beetje beweging in. Maar opnieuw, voor een auto die eigenlijk op gezinnen mikt, is het wel oké. Okay. Je merkt dat het vooral afgesteld is op een gezond en geruststellend weggedrag. Ja. Correct zonder meer. Ja. Zo klinkt het een beetje. Ja, zo zou het kunnen omschrijven, inderdaad. Ja, ik hoorde jou het woord generisch in de mond nemen daarnet. Voor de binnenkant kunnen we dat toch niet echt zeggen eigenlijk, hè? Nee, dat klopt. Het interieur is wel bijzonder geïnspireerd, laten we zeggen. Het is een beetje speels opgevat. Je hebt overal van die speciale draaiknoppen en zo. De deurgrepen zijn geïntegreerd vormen een geheel met de tweeters. En ook bijzonder... De snaren onderaan de deurpanelen. Ze moeten wel eens gestemd worden. Ja, inderdaad. En ik weet ook niet of dat zo interessant is. Ze hebben ze vanachter ook gemaakt. En oei. Dus als je in de file staat en de bengels zitten op de achterbank, dat zou wel eens een cacophonie kunnen geven. Maar goed, het is een kwestie van smaak, een beetje het interieur. Maar de afwerking... Ja. Is wel oké. Okay. Toch ook wel een beetje speelgoedachtig, zo met dat blauw en dat rood. Ja, en die, inderdaad. Maar kom, het is degelijk. Ik zal niet zeggen dat het van Audi niveau is, maar het kan er zeker door. Voor de rest, achter het stuur, klein schermpje voor de essentiële rijgegevens. En dan, zoals bijvoorbeeld bij Tesla opnieuw, een gigantisch scherm in het midden. Ja. Dat vrij goed reageert op aanrakingen. Nu, je moet ook wel gebruiken voor de airco bijvoorbeeld. Ah, ja. Daar zijn geen fysieke knoppen voor. Maar de pièce de résistance. Hola! Ja,
Je kan dus de oriëntatie veranderen, dus je kunt zowel horizontaal als verticaal zetten. Klein nadeeltje daarbij is wel dat je daardoor nergens een randje hebt waar je je hand kunt op laten rusten, Ah, ja. Terwijl je het bedient. Stilstand is dan niet zo'n probleem natuurlijk, maar ja, tijdens het rijden kan dat soms wel... En staat het ook niet een beetje in de weg van uw zichtlijn, of valt het nogal mee? Het heeft mij eigenlijk nog niet gestoord. Ik kan me misschien voorstellen, als je een beetje kleiner van gestalte bent, dat dat wel het geval is. Maar ja, dan laat je het gewoon horizontaal staan natuurlijk. Ja, hè. Ja, voilà. Ja. Zeg, en waarachter, ik heb wel de indruk dat dat redelijk ruim is, hè? Ja, ja, klopt, inderdaad. De wielbasis is vrij lang, 2720 mm. Dus voor een auto van dit formaat is dat wel lang. En er is zeker plaats genoeg. Mm-hmm. Maar wat ook interessant is, door de manier waarop de batterij echt in de structuur geïntegreerd is, is er ook geen enkel verhoogstje of zo in het midden. Ah ja, natuurlijk. Dus de vloer is volledig vlak over heel de breedte. Ja. Dus ook... En, ja, en is aan de koffer... Heeft hij moeten toegeven qua volume, of valt er nog wel mee? De koffer is normaal voor het segment, zou ik zeggen. 440 liter. Dus. Oh ja, oké. Okay. Ja. Goed, dus stel ik wil dit in aanzalen. Waar kan ik terecht? Wel, ze spreken bij BYD eigenlijk van een Dealer Plus verkoopsysteem. En ze mikken eigenlijk vooral op online verkoop. Dus een beetje zoals Polestar ook doet. Ja, betekent dan dat je rechtstreeks bij de fabrikant koopt? Of is er nog een tussenpersoon? Er is nog een tussenpersoon, want de BYD wordt in ons land ingevoerd door dezelfde invoerder als Toyota en Lexus. Ah ja, oké. Okay. De Inchcape-groep. Ja, ja, klopt. Maar dus Dealer Plus, dat wil zeggen dat ze toch naast de online verkoop ook nog een paar fysieke showrooms hebben eigenlijk. Ja, voor ze onderuit hebben, ook. Ja, ze hebben er nu al eentje in het Antwerpse. En in Brussel. En binnenkort komt er nog eentje bij in Gent. Oké. Okay. Ja, Chinees, dan leg je de associatie met spotgoedkoop. Is dat hier zo? Of, Die tijd is misschien stilaan een beetje voorbij. En het is ook relatief. Het is in ieder geval niet MG goedkoop. Maar in vergelijking met de Europese concurrenten, scheelt het nog wel een pak. Dit is de Lounge Edition. Die kost op dit moment €46.740. Wat een 1200-tal euro's duurder is dan bijvoorbeeld een Kia Niro EV. Ah ja. Maar als je ze bijvoorbeeld vergelijkt met een Mercedes EQA 250 of een Volvo XC40, de single motor, dan ben je wel een pak goedkoper gesteld eigenlijk. Ja. En BYD wil zich ook wel iets hoger positioneren dan de andere Chinese merken die ja, niet altijd de beste reputatie hebben qua afwerking en toestanden. Ik wil nu niet het woord premium in de mond nemen, maar ja, daar hinten ze wel ja, naar. Maar het is niet AliExpress? Nee, dat zeker niet. Ja. Nee. Goed, BYD, ja, interessant verhaal, maar het verdikt. Ja, er valt zeker wel iets voor te zeggen, denk ik. Volgens mij verdient hij een plaatsje op de Europese markt wel. Het is zeker niet de meest dynamisch rijdende SUV, maar hij rijdt niet slecht. Hij ziet er oké uit. De batterijtechnologie is zeker interessant. Dus ja, ik denk dat het er vooral zal van afhangen hoe de Belgische consument zal reageren op het feit dat het een volledig Chinees merk is. Ook een merk met nog niet al te veel naambekendheid. Dus we zullen zien. Oké. Okay. Ja, zo zijn de Japanners en de Koreanen ook ooit gekomen. Hè. Dus, Inderdaad. Oké. Okay. Razend benieuwd. Ik ook. Oké. Okay. Bedankt Kevin voor uw inzichten in de BYD. Bedankt voor het kijken ook. Je vindt nog een boel extra video's uiteraard op ons kanaal op YouTube, waar je op kan abonneren. Zeker aan te raden. We kunnen je aanraden ook om naar autogids.be te surfen voor alle autonieuws en diepgravende tests. Of als je het op papier wil, je vindt nog steeds ons magazine Autogids in de krantenwinkel. En je kan je ook abonneren. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.